Yo gasten van Alles Normaal, mijn naam is Barend en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ik heb vandaag weer een nieuwe fingerboard video voor jullie. Jullie hebben erom gevraagd, ik heb geantwoord. Hier is hij dan weer. Ja, geef me even een groot applausje. Dankjewel. Alright, vandaag ga ik iets doen. Je kan het lezen aan de titel, je hebt het gezien aan de thumbnail. Ik ga namelijk TekTek versus Pro Fingerboard doen. Nu zijn deze video's al 100.000 miljoen keer gemaakt, I know. Ik ga eerst even kijken of ik wel opneem ook trouwens. Ja, zoals jullie hebben gemerkt de laatste tijd op mijn kanaal maak ik veel Minecraft video's. Ik ben weer helemaal terug op de grind. Het is super leuk om weer te spelen. Ik heb er heel veel lol en plezier in. Maar dit is ook de soort video's die ik maak op dit kanaal. Dus we gaan er gewoon weer lekker mee door. Ik heb trouwens ook nog steeds gewoon met mezelf staan. 10.000 abonnees is een paar kopen. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan even snel. En laat ook gelijk even een likeje achter. Oké, maar nu de review. Waarom doe ik hem alsnog? Het eerste ding is, het is allemaal in het Engels. Dus nu gaan we eindelijk een keertje in het Nederlands doen. Het tweede ding is, ik mis toch wel een beetje de verdieping van wat de verschillen zijn van de boordjes. En welke je nou het beste kan kopen. Helemaal, wat als vervanging of whatever. Daar gaan we vandaag naar kijken. Ik hoop dat ik jullie een beetje een duidelijke uitleg kan geven waarom ik welke zou kiezen. Ja, ik heb in ieder geval hier een TekTek van 32 mm. Dit is een van de nieuwere serie. En dat is een van ook de betere. Wacht even. Ik heb hier ook nog een oude TekTek. Eentje van, volgens mij is deze zelfs 27 mm. Je hebt namelijk verschillende TekTeks. 29 mm, 27 mm en 32 mm. En mocht je er eentje gaan kopen, koop dan sowieso een 32 mm. Want dan, dat is wel gewoon het beste om te kopen. Nu zitten er ook bij TekTek vaak een paar extra's bij als je er eentje koopt. Zoals hier heb ik een velletje riptape die erbij zat toen ik hem kocht en uit de doos haalde. Super vet riptapie. Maar hier ga ik ook gelijk op inhaken. Dit is een riptape zoals je hem hebt op je skateboard. Wat houdt het in? Dit is zeg maar echt gewoon schuurpapier. En dat is op zich oké voor je voeten, want daarmee heb je grip. Maar met je vingers is dat toch niet heel nice. Daarom zie je ook dat de professionele fingerboards vaak foam grip gebruiken. Het is een ander soort materiaal, waardoor je veel meer grip hebt. Plus, het doet geen pijn aan je vingers als je de hele tijd ermee bezig bent. Ik ga jullie zo meteen ook meenemen met gewoon een complete close-up, zodat jullie precies zien wat nou de verschillen zijn. Naast de obvious verschillen die we zo meteen verder nog gaan doornemen, wil ik het ook allereerst even hebben over de prijs. Ik krijg namelijk heel vaak vragen, welk boordje is het goedkoopst en welke moet ik dan kopen? Een TekTek vind ik persoonlijk erg duur voor wat het uiteindelijk is. Het is namelijk 15 euro en dan krijg je een plasticje, krijg je wel een extra velletje riptape die niet zo heel chill is, maar dat krijg je er wel bij. Je krijgt een plastic boordje met plastic, gewoon pure plastic wielen. Het is gewoon niet helemaal wat je zou verwachten van 15 euro. Helemaal als je het naast bijvoorbeeld een AliExpress boordje legt, die maar 5 euro is, met wel bearing wheels, met wel een houten dekje en trouwens en zo. Wanneer haal je me nou dat bordje op, man? Hello darkness, my old friend. En dit is maar 5 euro. Plus je hebt foam tape, wat ook echt een verschil maakt. Dus dat is qua prijspunt echt wel een beetje een dingetje. Een TekTek is voor de rest prima en het is ook wel een beetje iconisch om er sowieso eentje te hebben. Ik heb er ook al eens wat trucjes mee gedaan. Maar ja, daar gaan we nu op komen, want ik ga jullie even meenemen naar de close-up. Want dan ga ik jullie even één voor één uitleggen wat het verschil is tussen de boordjes. Welkom bij het close-up shotje, waarbij ik heel awkward aan de zijkant van mijn camera sta om dit shotje te maken. Hier zijn de twee boordjes. Hier is de TekTek, dit is de Pro-board waarmee ik het ga vergelijken. Het boordje wat ik, zoals jullie weten, de laatste tijd veel gebruik. Het verschil tussen de boordjes. Laat ik het gewoon eventjes rustig met jullie doornemen. Zoals jullie weten is dus in ieder geval de riptape anders dan bij het andere boordje. Dat is gewoon heel makkelijk te zien. Ik zal hem even omdraaien, dan is het TekTek logo ook weer mooi in beeld. Zoals jullie kunnen zien, dit is alle twee gewoon anders. De bolts zijn natuurlijk anders, de kwaliteit is natuurlijk anders. Dat is allemaal hele logische veranderingen. Ik heb het riptape ook nog even meegenomen, dan kunnen jullie die ook even vanaf dichtbij zien. Het is een mooi riptape, het ziet er goed uit, dus leuk. Doen verder niks mee. Ja, het verschil tussen de boordjes is nu op zich wel te zien. Natuurlijk is dit een 32 mm en dit een 34 mm. Dat maakt wel een beetje een verschil aan breedte. Daar hoeven we verder niet zoveel over te praten. De TekTek komt alleen maar in 32 mm. Dus dat is wel een verschil. Dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Als je bijvoorbeeld 33 of 34 mm gewend bent. En dan het grootste ding. De trucks zelf van TekTek zijn oké. Ik denk gewoon hetgene wat een TekTek niet zo goed maakt, dat zijn de wielen. Dat kan je ook zien aan bijvoorbeeld de trucks zoals dit wieltje, waar ik nu naar wijs.
Die hangt er een beetje zo half aan. En dat komt natuurlijk ook omdat ze geen bearings hebben, de wielen zelf. Maar het ziet er ook gewoon heel weird uit. De trucks uit zichzelf zijn echt wel oké. Zoals je kan zien, het buigt ook wel gewoon goed mee. De bushings die erin zitten zijn ook gewoon goed. En ze hebben bushing plates. Dus die houden ze een beetje tegen. En het gouden moertje die het allemaal tegenhoudt. Dat ziet er op zich best wel vet uit. En deze setup is ook gewoon over het algemeen best wel mooi. Maar dan nu het verschil. Natuurlijk, de kwaliteit is natuurlijk echt enorm anders. Het boordje is van plastic. De wieltjes zijn van plastic. Als je dit ook verschil hoort tussen die twee boordjes. Zie je, dat is echt wel een heel groot verschil. En natuurlijk dat die wieltjes dus niet goed aansluiten. Dat komt denk ik ook omdat die bearings er niet in zitten. Het zijn gewoon losse wieltjes. Ze zitten ook gewoon niet mooi om je bolt heen. En het ziet er gewoon allemaal net een beetje wat crappy uit. Maar ja, dat is verder niet heel erg veel anders, want wat verwacht je voor 15 euro? Nou, voor 15 euro verwacht ik wel meer. Helemaal van een fingerboardbedrijf die dit al maakt sinds weet ik het hoe lang. Als ik dan kijk naar die Chinese zooi, hier hebben we Enzo knolbordje weer, Enzo! Als je dan hier kijkt, kijk, de trucks die zijn wel 29 mm. Hier heb ik wat goedkopere 32 mm trucks. Het zijn een beetje Black River lookalikes. Alleen, ik heb hier nu de Black River bushings door tussen gestopt. Alleen, ze zijn gewoon, dit zijn volgens mij teak trucks. Het enige wat ik wel kan aanraden als je deze gebruikt, koop betere locknuts. Dat zijn dan die nuts zeg maar die hier boven doet. Welke nuts? These nuts. Maar in ieder geval, die goed dicht blijft zitten, want deze gaan er vanaf. Dat is echt heel jammer, want verder rest is dit echt een heel mooi boordje. Maar ze zijn wel helemaal vullend tot het einde van het boordje. En deze hebben 29 mm trucks met dan dat extraatje, waardoor de wielen er dus wel wat beter op blijven zitten. En die blijven er sowieso beter op zitten, omdat ze bearings hebben. Dus hebben ze iets minder speling tussen het wieltje en de truck. In plaats van de Tech Deck die echt heel erg veel speling heeft, zoals je dat nu kan zien. Verder zul je nu ook even wat mooie shots zien waarbij ik de boordjes vergelijk. En dan kan je ook heel goed zien wat de verschillende vormen zijn. Je ziet bijvoorbeeld echt het verschil van de concave, dat het een enorme concave is. Maar ja, dat is natuurlijk maar wat je fijn vindt zelf. Het is wel voor de rest gewoon een mooi boordje. En het enige wat ik echt wel kan zeggen is, het is een volledig plastic boordje. De trucks zijn op zich wel echt oké. Die kan ik wel aanraden. Die zou je ook eventueel gewoon voor een ander boordje kunnen gebruiken als je de goede wielen bij zet. Ja, dat ben ik weer, maar misschien ook. Deze trucks vind ik misschien minder goed dan de trucks van TechTech. En dat komt vanwege de bushings. Dat komt vanwege dat ik weet dat deze wel blijven zitten en deze niet. En dit zijn de Teak trucks. En die zijn volgens mij ook 10 euro volgens mij. Dus dat is op zich nog best wel goedkoop. Maar het is nog steeds erg duur eigenlijk. Ze zijn wel vergroomd en dat hebben deze niet. De TechTech trucks zijn altijd grijs. En dat is wel een beetje jammer. Want op zich, kijk, een TechTech qua spare parts is wel handig om te hebben. Maar voor de rest is het gewoon een enorm verschil tussen de kwaliteit van het boordje en de prijs die je ervoor krijgt. Ik zou persoonlijk echt wel aanraden om dan eigenlijk toch een AliExpress boordje te halen. Teak Tuning heeft zelf ook van die boordjes. Dan betaal je iets meer, betaal je volgens mij 19 euro. Maar dan heb je hem wel gelijk de volgende dag binnen. Die kan je dan kopen op Sickboards. Sickboards, het wordt tijd dat jullie me sponsoren. Want ik zeg elke keer dat ze mensen via jullie site zeg maar fingerboard gear moeten halen. Dus sponsor me guys, thank you. Trouwens, en deze... En deze trouwens ook. Ik heb alles gekocht bij Sickboards. En de Teak Tuning die hierop zit. En de Teak Tuning die daarop zit, heb ik ook bij jullie gekocht. Dus het wordt tijd dat jullie me sponsoren. Oké, dat was even mijn rant. Maar in ieder geval. Ja, ik kan dan toch wel die Teak Tuning op zich ook wel aanraden. Je kan er altijd nog een beetje je eigen design van maken. Ze hebben vrijwel het AliExpress boordje. Het is alleen net iets anders. Ze hebben hem eventjes zelf doorgenomen of het wel goed genoeg is. En dat doen ze dan bij Teak Tuning heel slim. Waardoor je zeker weet dat je een goed AliExpress boordje hebt. Dit was in ieder geval een beetje zo de review in de close-up. Dan gaan we weer terug naar Barend. Let's go! Alright, nou dat was een beetje de close-up van de boordjes. Ik hoop dat jullie in ieder geval deze informatie kunnen meenemen met het kopen van jouw eerste boordje. Of gewoon jouw tweede, derde of vierde boordje, weet je wat jij wil. Ik ga in ieder geval nog even een paar trucjes proberen te doen met dit boordje. Ik ben benieuwd of het lukt, ik vraag het me af. Dus ja, hier komt even een kleine compilatie van de trucs die ik doe met de TechTech.
was fout, joh. Ik hoop dat jullie deze video in ieder geval erg leuk vonden. Heb jij nog een leuk idee wat ik kan doen als fingerboard video? En ja, jongens, ik ga binnenkort een beste skatespots van mijn dorpje maken buiten. Alleen dan moet het even wat lekkerder... Dan moet het even wat lekkerder weer worden. En dan gaan we dat gewoon zeker doen. Heb je nog andere leuke ideeën? Laat het even weten in de reacties. Doe ook gewoon even een duimpje omhoog als je deze video's ook leuk vindt. En natuurlijk zeg ik, zoals altijd, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!